Hallo mensen van Dagelijkse D en leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Community Craft. Naast mij zie je dus de David. ik weet niet welke kant ik op ga zwaaien, maar ik doe het zo. Voor jou is het rechts. Hoi, wacht. Mijn webcam moet ik eigenlijk zo doen, maar dan ga ik jou weer kutten. Oh my god, ik heb net alles goed gezet, David. Wat doe je nou? Oké, dit is prima. Zo goed op, toch? Ja, dat is helemaal prima. Oké, dit is Community Craft. Ik was daar niet zo... Maar... Nou, we hebben Community Craft gehad de hele tijd. En die map is nou gone. Het is gewoon weg. Ja. Wij zijn nou eens net begonnen met seizoen 2. Letterlijk vanaf vandaag. Dus je begint gewoon nog precies op het juiste moment. Jinnige. Gewoon op het begin van seizoen 2. Ik zag het op DDG dat, het was, dat er een nieuwe map kwam. En ik had bij die andere Community Craft, ik weet niet. Ik had zo'n gevoel van, ik ben er nog niet klaar voor. Maar nu heb ik zoiets van, ik kan het wel een keer proberen. Hij is er nog niet klaar voor. Ja, je weet wel dat jij nou heel veel verzoeken gaat krijgen van mensen die met jou willen opnemen. Omdat je dus nooit beschikbaar was, maar nu wel. Ja, nou, dat kan. Ik ben inderdaad in mijn eentje. Dus wie weet dat ik ooit nog een keer een invite ga weggeven of wat dan ook. Maar jij staat nou in mijn huis. Ik weet niet wanneer je het gaat uploaden, maar waarschijnlijk gaan mensen dus dit al zien voordat ik het heb geüpload. Maar maakt het maar niet uit. Dat boeit niet. Dit is dan wel mijn eiland, zeg maar. Wat gaan we daarover afspreken? Ik overwin gewoon de helft van jouw eiland. Simpel. Jij wil graag de helft van mijn eiland lenen. Ja, lenen. En dan als het oorlog wordt, dan hebben we ruzie. Nee. Oorlog? Nee, juist niet. Dan zijn we samen. Nee, ja, of we gaan samen inderdaad. Dan is het DHD-DDG. Maar dan zijn we wel te sterk, denk ik. Als we ooit nog, weet ik veel, oorlog gaan voeren of wat dan ook. Dus maar je denkt dat het een of andere faction wordt of zo? Nee, ik weet zeker dat... Want er zijn een paar mensen op de server die... En ik ga nu tab doen en die mensen zijn niet online. Oh jawel, die zijn wel online. Er is eentje van online. Die ik heel graag gewoon wil killen. Maar gewoon stiekem, zeg maar. Op zo'n hunter manier, weet je. Stiekem assassin, zo. Doen we dat gewoon. Dan wachten we gewoon tot ze er zijn en dan doen we dat gewoon. Ja, stiekem is dat Ronald. Maar dat moet niemand doorvertellen. Wat is er mis met Ronald? Nee, er is niks mis met Ronald. Heel veel eigenlijk. Nee, het is juist leuk om juist Ronald te gaan killen, stiekem. En dat hij ineens zegt van, what the fuck gebeurt hier? En dat hij ook in een opname zit, dat is geniaal. Dus dat is mijn uiteindelijke doel. Laten we nu eerst voor dit stuk, dit is jouw eiland inderdaad. Ik ga een plekje zoeken. Maar een eiland ook? Of ga je, zeg maar, je gaat wel hier? Ja, ik ga nog wel hier. En dan ga ik hier gewoon sterk worden. Dus gewoon het begin dingen fixen. Ja. En dan daarna ga ik er of vandoor. Of als het goed gaat, dan blijf ik gewoon hier. Is dat een idee? Hey, pas op. Als je die deur open doet, dan komt er een creeper uit. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, ik vind het concept vind ik prima. Oh, waar ben je? Kom Milan, we gaan hier langs. Oh, waar gaan we heen? Want hier zijn heel veel mobs, zoals je ziet. Paar. Ja, paar. Laten we naar het bos gaan. Oh shit, daar ook. Nou ja, boeien. Er staat een schaap en een creeper met elkaar. Gezellig. Als ik even kijk naar mijn mapje van het eiland. Heb je inderdaad achter dat bos, ja boeien. Heb je achter dat bos ook nog heel erg veel plek. Maar die kant op, zeg maar. Daar heb je ook heel veel, ja inderdaad, veel beesten hier. Hey, Matty. Die kant op heb je, zeg maar, nog een hele grote plains. Dus dat herken je wel van Malino. Vliegtuigen! Planes zijn toch vliegtuigen? Schrijf je anders. Hoe? Oh. Nee, maar... ik moet serieus even nadenken. Wat bedoelt die man? Maar ik snap hem. Jij moet een kant kiezen, man. Het is bijna dag. Dat kan ik je wel vertellen. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, ga jij maar voor anders. Jij hebt dikke armor en shit. Ik ga sowieso hoe dan ook... een stukje ondergronds maken. Want ik vind dat gewoon het leukst aan Minecraft. Ondergrondse huizen bouwen. Ik weet niet wat ik doe je dat toch lekker? Ja. Deze kant op wel? Ja, is goed. Deze kant is prima. Ik weet dat zo niet uit mijn hoofd voor qua map waar dat is, maar... Oh kijk, hier kunnen we al mooi beginnen. Oh, pas op, creeper! Oh mijn god, zag je dat? Sloeg je hem er zo in? Ja, ik redde je van een creeper, bro. Het arme beest. Oh. Maar kijk, dit heeft wel sfeer. Got your back, bro. Dit heeft sfeer. Vind je dat niet sfeer hebben? Hier, op dit plateau. Lekker ver weg bij mij. Hey.
Lekker ver weg bij jou. Ja, want ik wil zo ver mogelijk van jou. Nee, grapje. Ja, dat wil je helemaal. Dat je zoekt een powerful ally en dat ben ik. Kijk, deze... neem maar als je hier... Dit hier zo. Dit is echt zo'n puntje van het eiland, zeg ja, maar. Ja, dit is inderdaad... Heb je hier je Malino pool heb je dan? Kun je lekker zwemmen? Milan, ik kan niet zwemmen, help! Milan! Nee, ik ga sowieso niet zwemmen. Ik ben nog steeds een goblin, volgens mij. Zou je maar niet eens moeten waarschuwen voor die creeper die eraan komt? Nou, ik heb je al één keer gered van de creeper. En toen zei je, oh, oké. Okay. En zei je niet eens dankjewel. Dus waarom zou ik je dan nog een keer redden? Hè? Wat een haat, wat een haat. Ik wil die Enderman hebben. Zal me dat lukken? Nou, ga ervoor. Kill hem. Oké, ik geef hem een tik en dan geef jij hem een tik, ja? Oh, dan moet ik ook ineens helpen dus. Dat had je niet gezegd. Oké, is goed. Ja, hij staat daar. Hij komt, ja, daar. Oh, jemig. Ik heb hem. Heb hem? Nee, achter je. Nee, daar is hij. Daar. Hij is fucking boos. Zie? Kom hier. Hij kijkt ook heel boos. Wow. Waar is hij? Links, achter je. Wow, voor je. Ik zie hem. We kunnen hem... Wat? Ah. Wat? Waar is hij nou? Daar. Het lijkt op StarCraft. Daar heb je ook zo'n blink, zeg maar. Ken je dat? Ja, of blinken, de League of Legends Flash. Ja, je kent het. Nou, dit is wat meer... Ik heb hem. Oh, één slag. Yeah. Waar is de Enderpearl? Hier is de Enderpearl. Moet je die hebben? Nee. Eerlijke vondst. Kijk, vanaf hier kun je net mijn huisje zien daar verderop. Zie je het? Ja, nou perfect. Ik ga hier gewoon dan iets vets bouwen. Dit vind ik ook wel een mooie locatie trouwens. Ik moet sowieso eigenlijk al beginnen. Omdat het alweer nacht kan worden. Ik ga eerst gewoon iets heel simpels basics maken. En dan doe ik het wel hier. Oh, wacht. Dan heb ik ook heel veel voor jou nog. Hier. En... Wat dan? Oh, dankjewel. Voor het begin. En eten. En je hebt een schep. Ah, chill. Dankjewel. En je hebt poeder. Poeder? Ja. Oh, oké. Okay. Koken wat poeder. Oh, trouwens, er zijn nog heel veel koeien. Mag ik even wat koeien van jou mollen? Ja, het is eigenlijk van mijn eiland, dus ik doe het gewoon. Je doet je ding. Ik brei wel weer nieuwe koeien in elkaar. Ik weet niet hoe. Wat zo maar... jong. Okay. Hier zijn ook heel veel schapen, dat is chill voor een bed. Hier wil ik een poort of zo. Een poort? Nog niet eens een huis, een poort naar wat? Gewoon een poort naar van het huis, een poort. Oké. Okay. Ik begon ook met de deur. Ik begon gewoon met de deur. Ik snap het wel. Oh shit, oh kutje befje. Oh nee, ik moet een... wacht even. Wat heb je don? Ik heb geen pickaxe. Dus ik moet eerst... God, ik moe, ik maak er bijna een ho. Ik heb jou genoeg iron gegeven, dus je kan je helemaal redden. Ja, zeker weten, dankjewel. Zullen we het zo doen dat ik gewoon zorg dat er altijd eten is? Dat jij geen farm en shit hoeft te maken? Oh, dat vind ik wel een goede deal, ouwe. Waarom wil je dat doen? Vanwaar deze... Ik vind dat leuk. Oh. Ik heb ook toevallig, want aardappels die hebben we dus niet. Er is maar één iemand die aardappels heeft en dat is Edwin. Want die heeft het eiland met een villager. Maar ik heb een aardappel gekregen van vriendelijk... Wow, een kleine poort. Oké. Okay. Ik heb dus een aardappel gekregen van een zombie. Toen ik hem doodsloeg. Dus niet echt gekregen, ik heb hem genomen. Uit zijn bloederige handen. En dat ging best goed. En toen... Dus ik heb... Nou, maar... ik heb dus ook aardappels. En ik farm. Ik heb... Oh, nou ja, relaxed. Kijk, bam, dat is een betere poort, hè. Het ziet er dit beter is uit. Dit is wat meer Malino, ja. Ja, ik dat vind het mooi. Zo beginnen we. En dan gaan we gewoon een beetje eromheen. Ik hoop dat je genoeg steen hebt. Ga je een of ander raar grotje maken dan of zo? Oh, je hebt trouwens meer steen als je nog wil. Ik weet niet, ik doe altijd maar gewoon wat. En dan meestal... kom ik het er is wel niet, uit. Het is niet helemaal... zeg maar... synoniem? Nee, symmetrisch. Symmetrisch. Jawel, dat is het wel. Oh, nee, nog dat niet. Is het niet. Nee, ik heb al mijn godje kutje. Ik heb eentje te veel gedaan. Dat is wat ik bedoel met... Ik probeer het. Als je doet altijd maar wat, ja. Ja. Oké, dan speciaal voor jou ga ik dit voor jou doen. Wacht. Oh nee. Jij weet nog niet wat er komt, hè? Oh, hey! Meer steen gegeven, dankjewel. Oh, wat? Nee, dit is zo'n vieze, vuile hacker-methode. Zet die working bench neer. Ja, je sloeg die workbench kapot. Oh, ja. Ja, dat was niet... was helemaal niet expres. Hier, alsjeblieft. Sorry, man. Ja, en je hebt ook allemaal hout. Oh, wat? Oh, hier. Oh, nee, ik hoef het niet. Kijk, wat ik nou wou doen, als, zeg maar, echt als vriend van je, zeg maar, dacht ik van, ik maak voor jou de deur. Oh, in een poort. Ja, dat is logisch.
Hey, als je hem niet wil, dan lever je maar weer in, hoor. Nee, is goed. Dan doen we gewoon even zo. Dit is het begin. Ik vind het meest rare huis ooit. Ja, maar... Hoe ziet het van de voorkant uit? Weet ik niet. Mooi man. Jawel. Nee, eerlijk. Dit kan wat worden. Ik voel dat dit wat kan worden. Ik voel okay. dat dit kan. En dat er als er iemand is die met mij wil spelen... is er iemand die met mij wil spelen? Dat die dan... Ja, dan. Dat die dan wel een fucking goede bouwer moet zijn... en dat we dan een fucking epische shit kunnen neerzetten. Hoor ik je nu exclusief bij jou dat jij misschien invites gaat weggeven? Milan Knol? Ja, dat zei ik op het begin. Ik zei misschien als het nodig is. Dus ja, ik zoek wel een goede bouwer, denk ik. Je moet niet veel zeggen. Weet je, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. We gaan nu eerst even dit eerste stukje afbouwen... zodat ik in ieder geval de eerste nacht kan overleven. Ik maak in de nacht. Wat vind je van mensen die zeg maar... de eerste nacht niet overleven hier? Want die hebben we dus gehad, hè, inmiddels. Ja, sorry, maar dan ben je echt slecht. En... Ja, mensen vandaag kennen de Rust Survival wel. Dat is echt hardcore. Daar gingen heel veel mensen meteen dood. Ja. Dat is nog moeilijker dan gewoon normale... Of eigenlijk hard survival is dit, toch? Dit is hard survival, ja. Ja. Dus dan denk je echt, waar ben je mee bezig? Was je met je neus bezig of zo? Waar ben je mee bezig? Oké, ik vind de voorkant mooier dan eerst. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind het mooier. Wat heb je gedaan? Ik ben nog niet klaar. Vind je dit mooi? Vind jij dit mooi? Nee, grapje. Ja? Wacht, ik ben nog niet klaar. Ik zo. En weg. Deze ook weg. En deze heb je nog niet, hè? Deze vrienden. Oh nee, nee, dankjewel. Maar die zijkant, je hebt geen plank die daar aan de zijkant kan hangen, hè? Dan zou je eigenlijk zeggen... Zover was Minecraft nog niet, maar... Nee, want zeg maar, dit kobbel hier, waar ik naar boven spring... Dit, zie je mijn hoofd? Ja, ik zie je hoofd. Oké, dat kun je natuurlijk ook nog veel hoger doen. Dat je zeg maar dit zo helemaal tot aan hier bouwt. Ah, en dan wordt het weer mee één geheel. Dan is dit gewoon echt je poort. En dat zocht je ook, toch? Ah. Ja, dat zocht ik. Milan zocht een poort. Kun je deze erop leggen? Kun je deze erop leggen? Ik heb wel een steen. Oh. Waar bovenop? Hier bovenop? Ja, gewoon daar, ja. Hier of daar? Nee, daar waar ik dat steen heb neergelegd. Hier. Ja, oh nice, yeah. Dat zag ik. En nu? Ja, dat was het. Ik neem wel even mijn gravel mee trouwens hoor. Want ik moet nog tennissen zo meteen. Oh, damn. Ik bedoel maar. Dat was een goeie hoor. Oh, dat is inderdaad best wel mooi zo. Moet deze wel even weg, want die is een beetje raar. Zo. Maar ik snap nu wie dit... Dit was symmetrisch? Jawel, oké. Moet ik dit zo? Oh ja, wacht. Dit kan wel. En dan zo. Jij maakt ook gelijk een dikke stenen bunker ook, hè? Ja, je weet me nooit. Fuck viel daarom? Even van een kat tegen de deur afvlogen, denk ik. Ja, dat inderdaad, ja. Bam! Zo. Oh. Ik klapte er net eentje daarin. Zo, oké. Ja, nee, hij gaat goed. Ja, en dan kunnen we dit zo als dak gebruiken straks. Ik ga even wat gravel voor je zoeken, en dan... want ik vind dat jij een hele mooie vloer mag. En dan hebben we hier... Ja, nee, tuurlijk, graag. Maar al te graag. En hebben we hier dit. En kun je dit zo doen? Nou, ga maar lekker verder in jezelf praten, want ik ben even gravel aan het hakken. Ja, sorry als ik af en toe reageer met... Oké, ja. Ik ben niet in mezelf aan het praten. Er zijn een paar duizend mensen die meekijken. Nee. Ja. Waarom wil dit niet schuin? Godverdekloten. Wat ben je aan het doen? Ja, ik wil dit ding schuin hebben. Waarom gaat het? Kan ik? Is het niet mogelijk? Of ben ik nu noob? Of wat is er aan de hand? Wat heb je gedaan? Ben ik een mens? Oh mijn god, ben ik niet een hond? Wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat is dit? Welk jaar is het? Oh mijn god. Welke wereld? Wie ben jij? Is dit een echte wereld? Is het water? Hou ik van kaas? Ben ik een tosti? Allemaal van die dingen... Ja, tosti. Allemaal van die dingen die je afvraagt. Tijdens de opname. Ik kom wel even... De man van de kobbel komt wel even kijken. Wat is er aan het handje, jongeman? Nou, kijk. Ik heb hier dus een ster, een kobbel. Kijk. Ja. Die wil ik daar neer hebben. Maar die wil ik schuin, zeg maar. Maar dat kan niet, of zo. Hoe schuin? Welke kant op? Gewoon dit midden. Maar dat kan dus blijkbaar niet, of zo. Dat moet anders, of zo. Of moet ik dan dit doen? Wacht even. Moet ik dan dit doen? Zo en dan zo. Nee.
Huh? Wat wil je? Wat wil je? Wil je er zo'n hoekje van maken? Ja, juist, een hoekje. Wil niet met eentje. Dus dan moet ik hem... zo doen. Zo kan hij alleen een hoek zijn, dus. Ja, en als je nou deze weghaalt... en die weghaalt, dan gebeurt er nog niks. Oh. Maar, heb je van... Oh, wacht, ik heb zelf ook van die sters. Wacht, oh, wacht, ik heb er drie. Dan moet die eentje hoger, dan kan het wel. Dan is het mooi, zeg maar. Oh, nee. Ja, nou... En kijk, wat jij bedoelt is dit. Dan doe je die zo, en dan doe je die zo. En dan, zoals deze nou is, zou je hem willen hebben. Ja, maar dat kan ook. Eentje hoger. En dan? En dan is het mooi. Dit vind jij mooi? Nou, nee. Hè? Nee, moet nog eentje daar en eentje daar. Ik heb het niet meer, jij hebt het. Ik heb er nog maar drie, hoor. Ja, dat is precies genoeg, toch? Oké. Hartstikke let, botse klot. Ho, klutje bef. En kotje. Dat is heel mooi, man. Ja, dat was de knetter. Ja. Maar gaan we verder met hout ook aan de zijkant, of niet? Oh, dit is prachtig. Hm? Ja, maar Knol, hoe ga jij straks... Hoe ga jij straks... Wow, zag je die sprong? Nee. Doe jij dat ook eens? Vanaf het hout, kun jij hierop springen? Zo vanaf het hout, in één keer? Met je extreme survival hardcore. Nee, doe maar. Ik doe het dus in één keer, hè? Vanaf hier? Ja. Oh! De eerste keer was fout. Ik heb twee keer gedaan. Hoe ga jij het dak doen? Want ik heb nog wel van deze dingen. En die kun je natuurlijk mooi zo hier neerzetten. Zo. En dan de binnenkant van steen. Oh. Ja, dat is een leuk idee. Laten we dat doen. Ik opper maar wat. Ja, okay. Let's go. Dus dan zeg maar zo. Ik moet echt even sterk dan... maken, zie ik. Ja, ik heb ook nog wat hout, hoor. En dan zo. En dan zo. En dan hier weer kobbel. Heb je nog kobbel? Ik heb nog kobbel. Het komt goed. Hé, het wordt bijna donker. Ik moet het huis afsluiten. Als het donder... Oh, ik val. Oké, okay, nou red ik het niet meer. Hij is afgesloten. Ja, maar niet helemaal. Dus je kan nog geen bed plaatsen of zo, omdat er nog geen dak op zit en zo. Nee, ook omdat ik nog geen... Oh, ik moet nog één wol hebben. Kom eens hier, meneer Schaap. Hey, ik ga je kontje prikken. Oké. Okay. Nou, nu kan ik een bed maken. Milan heeft gekontje prikt. Yeah. Ik wou een bed gaan maken in mijn crafting. Nou ja, laat maar. Dat is een van die noob-acties. Oh nee, ik kan geen bed maken natuurlijk. Dat bedoel ik. Ik ben weer in mijn noob bezig. Ik moet nog één schaap. Wat heb je gedaan? Een schaap. Ik dacht twee wol is genoeg. Jij dacht dat kan ik, omdat ik Malino ben, kan ik dat met twee wol. Nou, nah, een beetje arrogant niet. Ja, sorry. Maar als Malino kan je wel shit. Veel, hè? Flikker er weer af. 360. Als Malino's zijn, dan kun je wel veel. Is het zo? Wat kun jij meer als bijvoorbeeld een Just Ronald? Hem killen. hij kan zichzelf wel killen. Waarom zou hij dat doen? Ja, weet ik niet. Je moet trouwens later maar even kijken of je hier nog raampjes in gaat doen, hè? Ja, weet ik. Daar kom ik altijd op het laatste moment mee. Eerst als ik maar vol zit, zeg maar. Ik dacht zeg maar zoiets. En dan plaats je die andere dingen, die plaats je dan hier zo. Dus dan moet dit stomme ding moet weg. Deze. Oh. En deze ook. Dat vind ik echt zo'n onzin. En dan doe je deze ook weg. Nee, die is goed. Die was goed. Oh, deze is goed? Ja, maar die moet je dan zo... Juist. Kijk, dan heeft het hout heel veel wat. Ja, nu heeft het effect. Ja, en dan... Ik heb die dingen niet, maar die moet je dan zeg maar... Oh, waarom gooi ik die tekst uit? Die moet je dan zeg maar zo plaatsen, ja? What the fuck? Oh, dat zag er geweldig uit. Dat geloof ik best. Oh, kutje, befje. Bovenkant, ja. Oh, yo! Oh nee, we hebben een intruder. We worden aangevallen. Dit waar? Kunnen wij natuurlijk niet over ons... Ja, daar! Hier is hij, pak hem! We pakken hem aan! Nou, jij hebt alles geslagen, maar dat maakt niet uit. Ik ben er blij mee. Schaf uit. Zomaar een Kingdom Malino. Oh nee, is geen Kingdom. Schoppenjak, vlegel. Vlerk. Hoe ga je dit doen dan? Ik snap dit niet. Zullen we deze gewoon weghalen? Dan heb je meer ruimte. En deze ook. Oh ja, dat was meer voor vormgeving. Maar dat zie je natuurlijk van buiten niet. Nee, eerst van binnen maken, dan van buiten. Heb jij nog genoeg spulletjes? Ja, ik denk het wel. En zo niet, dan ga ik gewoon even buiten de opnames wat survivalen. En dan zoek ik wat dingen. Ja, mijn probleem is dat ik niet zo heel veel hout meer heb. Ik heb nog dit. Nog dit. Nog twee. Ja, dat is het. Maar wat ik wel kan doen, trouwens. Want dat heb ik net gedaan. Laat ik dat eerst even doen. Even jouw vloer maken. Oh, je deur is eraan. Ik hoop niet dat de dingen naar binnen komen. Oh nee, het is ook nog nacht. Oh nee, ik ga te wachten staan. Ik ga... Oh okay. Nee.
Doe je je zwaard ook zo mooi scheef dan? Oh ja, dat zal ik wel even doen. Ja. Er komt één zombie aan. Meneer? F5, ja, pak hem. Geen toegang. Meneer, geen toegang. Stop, ja! Stop. Wilt u teruggaan, meneer? Hij luistert niet, hè? Nou, hij is nu dood. Hij wilde niet teruggaan. Nou, laat hem dan maar, weet je. Ja, als het zo moet, dan moet maar zo. Kijk, ik zat te denken dat je gewoon in ieder geval iets anders hebt dan het stomme gras. Als je er eigenlijk hout van wil maken of dure, zeldzame stenen, moet je het doen. Maar dit heeft wel iets ouderwets. Zo ja. Van, vroeger leefden we ook op het grind, jongen. Prachtig. Ik ben hier voor Bruno Boon. Kijk, en ik heb dit even net gedaan. Dat is ook super mooi entree natuurlijk. Oh nee, een keeper. Oh nee. Oh mijn god, gelukkig. Ik heb mezelf gekregen. Had jij hem dood met een paar slagen? Deed dat zo drie. Snel? Ja. Met zo. Drie slagen gelukkig. Dat is de Malino heks. Heks. Ik heb nog iets voor je trouwens. Het is echt best wel vet. Oh. Eigen Nike's. Uit. Ik moet niet zitten aan mijn Nike's. Ik wou net zeggen, waarom zit jij aan mijn Nike's? Moet niet zitten aan mijn Nike's. Was er nog zo'n nummer wat met Nike's was? Wat was dat? Je moet niet zitten aan mijn Nike's en... Met mijn nieuwe Nike Airs aan loop ik door straat. Zoiets. Ja, hoe gaat het nummer ook alweer? Ik loop weer over straat met mijn Nike's aan. Oh ja, dat ja. Die. Ja, ja, mooi man. Hé, ik heb twee sterren, daar kom ik aan. Zit je me nou uit te lachen? Nee, potverdorie, ik heb gewoon de hoestbui. Hey, je hebt nog geen kist. Die ga ik maken. Nee, dat klopt. Ik heb nog 9 hout. 10 hout heb ik nog. Ja, lekker bewaren. Ik heb al een kist voor je. Alsjeblieft. Dankjewel. Die zit daar neer. Ja, die crafting bench moet hier ook weg. Ik denk dat het zo een mooi beginnetje is van een eerste Community Craft aflevering, weet je dat? Ook al heb ik nog geen dak. Daar moet ik even over nadenken. Hij heeft geen dak. Nee, dat klopt. Maar als ik zo kijk van buiten, als het veilig is, dan is dit wel een apart design. Oh, mijn klutje en spinnetje. Oké, hij is dood. En je kan zelfs hier die stairs door laten lopen. Ja, dat wou ik net zeggen. Nee, okay. Serieus, dat is fucking episch. Ja, dat geloof ik je wel. Ja, ik geloof het. Ik ken jou. Ik weet wat jij wou zeggen. Dat was dat dus. Dat is briljant. Als je dat te hoog doet, dan kunnen ze erop, hè, zo. Kunnen de zombies zo springen, zo. En dan doen ze hup, en dan... Oh ja, dus ik moet eigenlijk dat dak eerst fixen voordat ik die shit ga doen. Nee, boeien. Ze kunnen er echt niet in. Zo. Oké, ik ga in een hoekje staan. Doei. Nou, terwijl David in de hoek staat, stel ik even af. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Like deze video, als jullie meer Community Craft willen. Want ik kan dit gewoon op een dagelijkse basis gaan doen. Dagelijkse basis? Is dagelijkse... dat een grap naar je kanaalnaam? Ik wist niet eens waar ik voor heet. Ik kan het dagelijks in HD uploaden voor jullie. Ik wist niet eens meer dat mijn kanaal zou heten. Maar dat kan ik voor jullie doen. Als je dat wil. En ik denk dat er ooit nog wel een invite uitkomt. Oké, het is eruit. Maar dat zullen jullie allemaal wel zien. En dat zullen jullie allemaal wel horen. Ik wil David heel erg bedanken. Voor de invite van Community Craft en deze video. En dan spreken jullie graag de volgende keer. Later.